Gefeliciteerd. Mooie zegen, denk ik, in Limburg. Jullie rijden niet heel veel naar eigen land, maar het is denk ik mooi om te winnen. Ja, dankjewel. Ja, het is wel leuk om weer een keer topcompetitie te rijden. Ja, zeker zo'n rondje als dit vind ik gewoon prachtig eigenlijk. Ja, het was de hele koers een beetje een goede momenten kiezen, toch wel afwachten. Ja, dat je dan in een goed groepje komt en kan afmaken is natuurlijk wel heel mooi. Rekende je jezelf al min of meer rijk als je de groep bij elkaar zou weten te houden? Ja, ik had wel het idee dat het een goede groep was en dat ik ook wel kans had vanuit die groep. Alleen er waren wel, het waren wel drie sterke jongens, dus je moet het nog maar doen. En ik kwam bijna nog ingesloten in die hekken, maar gelukkig liet Peter wel ruimte, wat ook wel echt netjes was van hem en kon ik hem afmaken. Ja. Ja. Dus hij speelde toch wel sportief, zeg maar. Ja, hij zei ook wel van, je reed gewoon sterk en je verdiende hem ook. Dus ga je daar niet de hek in duwen, dus dat is natuurlijk wel netjes. Zo hoort het ook natuurlijk. En de rest van dit seizoen, waar richt je nu nog op? Ja, als het goed is nog twee eendaagse en heel misschien dat hij nog kan invallen bij meerdaagse. Maar het is niet heel veel meer. Maar deze is in ieder geval binnen. Deze is in ieder geval binnen, ja.